Welkom bij Nieuwe Oogst TV. Vandaag heb ik aan tafel Roelof Bisschop van de SGP. Hij staat daar derde op de lijst en ik praat met hem ook aan de hand van de drie stellingen over de verkiezingen. Welkom. Dank u wel. Zullen we meteen starten met de eerste stelling? Lijkt me een goed idee. De landbouw moet drastisch hervormd worden. De landbouw moet drastisch, ja, dat is typisch zo'n linkse radicale kreet. Daar word ik altijd wantrouwend van. Kijk. Drastisch hervormen, dan hebben ze vaak in hun achterhoofd, dat doe je eventjes in een kamerperiode. Ja. Dat is voor de agrarische sector is al volslagen onhaalbaar natuurlijk. Die landbouw is voortdurend in beweging, mm-hmm. is voortdurend aan het hervormen, mm-hmm. is voortdurend aan het innoveren. Je ziet allerlei initiatieven, gewoon heel concreet, in allerlei regio's, in de Achterhoek, in Twente en noem maar op. Waar landbouwbedrijven met elkaar samenwerken om allerlei dingen te vernieuwen, waardoor, en dat is op zich natuurlijk nodig, waardoor er een nieuwe balans komt tussen natuur en milieu aan de ene kant en landbouw aan de andere kant. Dat gebeurt volop. Mm-hmm. Maar op het moment dat je zegt, moet drastisch hervormd worden, ja, dan zie ik daar weer van actievoerders die vinden dat de boeren de vervuilers zijn en dat die maar eens het land uit moeten. En dan hoor ik weer allerlei actievoerders of politici roepen, die verontwaardigd roepen dat het beslag op grond door de agrarische sector zo ontzettend groot is. Ja. Dan denk ik, mensen, voedselproductie gaat nou eenmaal niet in een fabriek. Ja, nee. Die kunnen wel verwerken, daar maar die kunnen niet produceren. Hm. Daar heb je nou eenmaal oppervlakte voor nodig. Mm-hmm. En als je dan de landbouw ook nog wilt extensiveren, ja. Dan zeg je dus eigenlijk, het areaal moet eigenlijk groter. Is er meer grond nodig? Dan is er meer grond nodig. En wat gaat er gebeuren? Nee, er moeten zonneweiders komen, zonneparken. Er moeten woningen komen. En er moet meer natuur komen. Mm-hmm. Ja, en dan willen we ook nog kringlooplandbouw. Hè? Dan moet er dus zoveel mogelijk in Nederland zelf voor de Nederlandse bevolking geproduceerd worden. Hoe ziet de SGP het dan als het gaat inderdaad om die transitie van de landbouw? Kijk, twee generaties lang is het Nederlandse beleid, het overheidsbeleid, inclusief de subsidies vanuit de EU... is erop gericht geweest om die landbouw te intensiveren. De productie moest omhoog. Mm-hmm. En de kostprijs moest laag blijven. Wat heeft de sector gedaan? Die heeft drastisch veranderd. Want er waren in de jaren 70 tot in de jaren 70... heel veel, wat wij nu zouden noemen, kleinschalige boerenbedrijven. Maar waar je fatsoenlijk een gezin van kon onderhouden. Die moesten allemaal aan de kant. En... Die omslag die moest gemaakt worden naar die productieintensivering. Ja, nooit met meer bemesting. Honger. Nooit meer honger. Nooit meer het honger. En ja, we zijn het allemaal vergeten. Ja. En de boeren, de agrarische sector heeft erop ingespeeld. Mm-hmm. Toen kwamen we erachter van, ja maar hoe, wacht eens even. Dat is wel heel veel schade voor de natuur. Weet je wat? Dan gaan we hekjes zetten rond de natuur. En ja, die heeft dan wel invloed van het agrarische landschap. Bemesting enzovoort natuurlijk. En emissies van stikstof en uitspoeling van enzovoort. Dus die landbouw die moet innoveren, want die mag geen nadeel hebben voor natuur. Dan zeg je bij jezelf, prima. Maar mag dan die sector misschien, als je twee generaties op het huidige beleid, met de huidige consequenties, daarop hebt gefocust, mag die landbouw dan misschien één generatie gebruiken om die omslag te maken. En daarom... Dat woord drastisch, ik gruw daarvan, mm-hmm. want dat past niet bij de eisen die een gezonde landbouw stelt. En wat we wel eens vergeten, ja, landbouw is een beetje, in dienst zeiden we het pispaaltje. Mm-hmm. En zo lijkt het vaak. Er wordt een heleboel ellende op afgewenteld, terwijl die landbouw die sector daar niet verantwoordelijk voor is. Die wordt weggezet met allerlei denigrerende woorden. Hè? Voedselproductie, dat gaat gepaard met gebruik van meststof enzovoorts. En dan wordt er gesproken over vervuiling. Op die manier wordt die sector weggezet. Mm-hmm. Dus we vinden dat we de boeren en landbouwgrond moeten gekoesterd worden. Dat moet je koesteren. Ja. Alleen al voor de voedselzekerheid. Ja.
precies. En dan de hoogste voedselkwaliteit. Hè? De hoogste eisen voldoen je aan. Ja, het is niet voor niks dat Nederland een ontzettende goede exportpositie heeft. Meestal binnen de EU dan natuurlijk. Hè? Daar heb je die vrije markt ook voor. En dan wordt er wel eens vergeten wat dat toevoegt aan banen en aan handelsoverschot. Ja, alsof dat er dan maar even niet toe doet. Die duizenden banen, die kunnen best weg. Ja. Op andere momenten staan die linkse rakkers, die staan op pal van, er mag geen baan verloren gaan. Er moeten banen bij. Ja, nou, en dan wil je wel de landbouw ontmantelen. Soms denk ik van, weet je wat, iedereen die ook maar één zin over landbouw zegt, die moet eerst minstens een maand per jaar, gedurende 5 jaar, werken op een boerderij. Gaan we naar de volgende stelling. De inrichting van het platteland moet anders. Ja, nou, als ik hier ja op zeg, dan zie ik allerlei dingen voor me opdoemen. Hekjes rond natuur. Ik zie grote weides met zonnepanelen. Ik zie een overvloed aan windmolens. En ik zie de boeren in de klem komen. Kijk, daar heb je weer zoiets. Die inrichting van het platteland moet anders. Ja, dat moest, vonden we dus 2 generaties geleden. Ja. En dus gingen al die houtwallen weg. Ja. En werden die bloeiende akkerranden zoveel mogelijk weggehaald. Want je kon daar ook graan telen enzovoort. Kijk, ik ben ervan overtuigd, als je beleid maakt met die sector, samen met die sector, en dat doet vanuit de gedachte dat die sector een goed bestaan verdient, dat dat die inrichting volgt. Dat is niet iets van, we gaan even iets aan de tekentafel zitten en we gaan het nu allemaal anders inplannen. Nee, het is het gevolg van goede afspraken die je maakt. Maar wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld voorkomen dat vaak buitenlandse investeerders, kapitaalkrachtige bedrijven, dat die landbouwgrond opkopen die heel goed voor de voedselproductie gebruikt had kunnen worden. En die ze dat volplempen met zonnepanelen. Dat kun je wel voorkomen. En dan kun je een subsidieregeling maken die het aantrekkelijk maakt om juist de daken van al die landbouwbedrijven te beleggen. Mm-hmm. Ja, daar heb je geld voor nodig. Mm-hmm. Want het is deze de achterliggende vraag is natuurlijk ook dat er grote druk is op onze ruimte. Ja. Er moeten meer woningen gebouwd gaan worden, horen we iedere keer. Inderdaad, de boer heeft eigenlijk eerder minder grond nodig. Natuur moet de ruimte krijgen. Die puzzel die moet opnieuw gelegd gaan worden. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, en dan wil u ook nog de landbouw extensiveren. Hè? Precies, daarvoor zei ik inderdaad. Er is eerder misschien wel meer dan minder grond nodig. Precies. En wat is dan de oplossing die dan dit soort linkse ambities met zich meebrengt? De halvering van de veestapel. Ja. Dan heb je dus niet nagedacht over de consequenties van voedselveiligheid. Ik snap dat die puzzel gelegd moet worden. Ik snap het. Maar als het over woningbouw gaat, ik hoor wel de hectares die landbouwgrond die bebouwd moeten worden. Ik hoor zelden over transformatie binnenstedelijk. En daar kun je die miljoen woningen waar sprake van is, die kun je daar niet meer realiseren. En er zal dus altijd landbouwgrond nodig blijven om uit te breiden. Dat zie je ook rondom boerendorpen. Hè. Dat is ook normaal. Dat is ook dat is een organisch proces. Mm-hmm. Dat moet je mogelijk blijven maken. Maar laat die bouwers eerst maar eens binnenstedelijk kijken van wat staat er allemaal leeg, wat verpaupert er allemaal. En bedrijventerreinen, kantorenparken die er zijn en die straks dan hebben we een substantieel deel thuiswerken. Ja. Daar moet je serieus rekening mee houden dat de uitkomst van deze coronapandemie zal zijn. Wat ga je met die kantoorpanden doen? Blijven die de bestemming van zakelijke dienstverlening houden? Of zeg je van, weet je wat, we kunnen ook eens gaan kijken, kunnen wij misschien daar woonwijken realiseren. En tuurlijk, landbouwgrond is de goedkoopste manier om flink geld te verdienen. Hè? Je koopt het voor een royale landbouwprijs, koop je die grond, bestemming veranderen, waarde vertienvoudigd, huizen neerplempen en business. Big business. Ja, voor projectontwikkelaars, soms ook voor de overheid, als die op een slimme manier ertussen gaat zitten. Mm-hmm. Maar het herinrichten van het platteland, als je dat niet organisch doet, zegt de volgende generatie, over onze generatie, hoe hebben ze dat ooit verzonnen gekregen? Ongelooflijk.
En moet je eens kijken wat een ellende we op die bedrijventerreinen hebben. Verpaupering enzovoort. Ja. Dus je moet dat echt veel slimmer aanpakken dan de goedkope kreet van landbouw of het platteland moet opnieuw ingericht worden. Oké. Minder vee in Nederland heeft de toekomst. Dat is de derde stelling. Ja. Met welke linkse rakkers hebben jullie gesproken? Kijk, als je begint met een transitie van de landbouw, hè, dus je wilt weer terug naar een nieuwe balans, een betere balans tussen natuur, milieu en landbouw, en je wilt extensiveren, en je wilt toe naar meer kringloopdenken, dan kan het resultaat heel goed zijn dat de omvang van de veestapel, dat die krimpt. Maar op het moment dat je begint te roepen met halvering van de veestapel, of het moet naar 60%, weet ik het allemaal. Ja, dan begin je aan het eind van de pijplijn van een hele discussie die nog gevoerd moet worden. En dan lijkt dat een doel op zichzelf te worden. Het kan, inkrimping kan een gevolg zijn van keuzes die gemaakt worden. Maar dan is het altijd een organisch proces geweest. Ja, en geen doel op zich. En geen doel op zichzelf. En dan moet je ook het beleid er slim op inrichten. De minister Schouten die heeft het concept van de kringloop op tafel gelegd. Kringlooplandbouw. Ik kan me daar van alles en nog wat bij voorstellen. Maar ik kan het ook op 10 verschillende manieren uitwerken. Nou, die uitwerking, daar is het een beetje in blijven steken. Mm-hmm. En ik vrees dat het een stille dood sterft, dat concept. Vind ik ergens wel jammer. Want als je daar echt met dat idee verder werkt, dan geeft dat bijvoorbeeld, om het concreet te maken, geeft dat bijvoorbeeld, hou vast aan je mestbeleid. Hè? Dat moet herzien worden. En dan snap ik bijvoorbeeld niet, vanuit die kringloopgedachte gezien, dat er in het voorstel wat op tafel ligt, dat dan boeren die niet voor 100% de mest op hun eigen grond kunnen uitrijden, dat die dan alles moeten afvoeren. En vervolgens moeten ze dan de meststoffen van buitenaf het bedrijf weer binnenhalen. Mm-hmm. Kosten, kosten, kosten. Terwijl als je het slimmer aanpakt, kun je en kringloop realiseren, meer kringloopgedachten, naartoe werken, want een kringloop is natuurlijk geen statisch geheel, maar dat is een proces, je werkt daar naartoe. Mm-hmm. En je creëert een winsituatie ook qua bedrijfsvoering voor de boer, financieel gewoon. Nou, dan denk ik, als je dat serieus meent, ga dan volgens dat concept. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Nieuwe Oogst TV Verkiezingen met Roelof Bisschop van de SGP. Bedankt voor het kijken. Kijk voor meer informatie op nieuweoogst.nl/verkiezingen of download onze app.